is van, nou, van begin jaren 70. Dat is alweer even lien. En dat gaat door Liekele. En Liekele is een man van innemen en net van een soort wudden. Hij komt al 40 jaar in de kroeg. En dat is al heel wat en dat maakt 40 wudden al in de kroeg houden die je dat even vergeten. En je maakt het de blunder dat het denkt dat je net deze kroeghouder afzien, hij zit bij een oren kroeghouder. Dat wil ik natuurlijk stellen. De kroeghouder denkt, de kastelein denkt dat er 40 jaar getrouwd is. Maar zulke man, jouw der, die spullen uit vanzelfs. Maar dat je 40 jaar in de kroeg komen, wow. En zij is het mijn man als Liekele. Liekele schreeuwt Rink, dat soort man jou een verklaring als het haar past op de taap en soms past het haar net. En dan maakt men daar vrede mee haar. Maar Liekele is wel een bijzondere ding, want hij zet dabers uit. Nou, als je dabers uitzet, dan kun je bij Rink net meer steken vanzelf. En Liekele komt op een jong gleurhaster en aan een letterkant in het café. En hij maakt een mengel Berenburg haar en twee pakjes proemtebak. De oudere Friezen kent Joon wel even uitlezen aan de jongere Friezen wat het ik al wie en wat ze ermee dienen. En want hij maakt het delen vanzelf weer oors van daar maakt die 200 dabbers verdeel. En als schuldrink zijn man is Liekele Joch en verwaard het nog net clear verregen had Liekele lid een Berenburgje in één keer terug het Kielsgat glieden en waar het ooit zien had dat zijn ademsapel bij die handeling beweegt, die krijgt van mij op slag een teentje. Ik kent je razen wel even uit, probeer je. Alleen op een lemmer verkeren stikken wat visjes die het straks vertonen. En dan, nou, dan valt er verder een sfeerbeschrijving. De kastelein die krijgt het bebelen, want die had net in de gaten dat er al 40 hier die klant had. Nou goed, een minnenkastlijn. Uiteindelijk draait het Nijtolven erop uit dat ze erdoor, het wie een oude tijd, net Nijtolven, door het slot. Dan zitten ze nog even naar en dan komt het verhaal van Liekele. Liekele vertelt dan dat er met de oudman achter de oelensprong wennen. Dat wedderloon daar in omkrieten van het Jereveen. Nou nog gemeente het Heerenveen. Wat de gemeente het Opstelaan. Dat is nog even Opstelaan, maar dat wordt straks heerlijk verdeeld. Dat is dan wel ik wel belangstelling. Je weet het. Want het is een groot landje pik op het heen. Maar, ter zaak, douwe. Hij wende met de oudman achter de oelensprong. Op heden haast er een wij, zei Liekele, maar doe we het een wiek. Simmerijs, deun bij de Hagedel, als het een droge rieten weer. En oors met een schouw. Vijf kwartier varen en een oeren rennen. De strenge winters, die wien het meeste. Dan koos er net bij komen, maar ik ging wel. De hele week thuis om mijn kachel zitten. Dat ik zei die zijn jongens, nou wil ik een loop naar de gedikmeidje. Gekke werk vanzelf, want de koers amper moeten doorverkeren. Betnukte meneer trouwens. De reden zonder. De Hebkema verbwast, dat was toen een beroemde krant in Friesland. De Hebkema verbwast en voor het kruis. Wat ze heist? Ja, vanzelfs in de kjeld. Dat wist u vanzelfs net, maar goed, kranten ervoor, dan zil die het spul net gauw bevriezen. Dan vroeg ze de kast net, Jan, die dat zaakje in die winter al goed bevestigd had. En dat mag toch net om genezen, het jouw een soort pinnen. En er is nou een bulte vertierd, maar wat hier een arbeider vroeger was als het genoegen. En dat schreeuwt de scribent mijn hartletter. Goed impact de wiekdel truddesnierden. Het voerwol, de wien in de reg, de nije veerdel, met warme hoekje langs en sa, hup met de gediek, samen kleren. Een skoftje zitten, peer slokjes, netten volle en waarom. In de wien op, goed koud, roet koud en de hebkema's terug al dat geskrept net goed te plak houden kennen. Even in de leiden wat bekomen en de couranten weer voor het kruis. Onderwijs alle staarster, want ik hier er al geen gevoel meer in. Ik kan wel vernemen dat zo'n soks nooit mij maken haast. Als ik geen lippen meer in haast, dan is het al wel ver, zijn jongetje. Dan mag het net om genezen nog rust, dat is goed slim. Nou, ik ben verder. En bij de terwissel bregen, daar roegelt mij wat in de boksen. Ja. Ik dacht, heerken, daar is al zo, dat gaat mij genoeg. Schuilen, ze hut als ik het leert hier. Jongen, wat gong dat hut? Met spalten bregen, van de veert, oud binnen en oonklopje. Ja, ik mocht er wel even in. De meesten zetten de kachel ik nog voor mijn jongen. En toen zei ik,
zoek wel even nog linnen wijzen, Maya. Oh, wat vreemd vanzelf, maar ja, ze gingen eruit. En doe gauw zien. Maar het voelt daar, het wie gelokkig een knoop van de lange onderbroek. Niet mee in de box naar Roegelweer. Nee, bliksem, dat is geen grap. Ik ga er goed over niet zitten, want ze is nog zelfs wat geen arbeider doet als zijn genoegen.